Welkom allemaal bij deze piramide reading met de tea leaves en de lucide dromen te gauw. Wederom, want vorige keer heb ik ook dezelfde kaarten gebruikt. Ik kreeg door dat dat deze keer ook weer moest. Fijn dat je kijkt, liked, deelt en dat je je massaal hebt geabonneerd op mijn kanaal Philomena Tarot. Dat was eerst een Engelstalig kanaal, daar heb ik nu een Nederlandstalig kanaal van gemaakt met alle sterrenbeelden. Heb je dat gemist of nog geen tijd of kans gehad om daar een kijkje te nemen? Hij staat hieronder. Ook staat daar het linkje naar mijn website, mocht je interesse hebben in een privé reading of healing. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Het helpt als je je abonneert. Het is gratis. En dan ben je energetisch verbonden met mijn kanaal of kanalen. Ik ben een channeler, dus laat of vroeg zullen de readingen ook meer en meer van toepassing op jou zijn. Wat mogen wij weten? Ik voel wat weerstand in het dek. Kaarten willen niet echt lekker shuffelen. Wat mogen wij weten, spirits en guides? Ik ga beginnen natuurlijk met de channeling. Vaste kijkers weten dat. Wat mogen wij weten? Je komt weer in een positieve energie, een verkwikkende energie. Je krijgt je energie weer terug. Je bent blij, gelukkig, opgelucht. Je hebt iets uitgezuiverd. En je bent vol passie, creativiteit. Wat mogen wij weten? Die vernieuwde energie waar jij in komt. Of waar je misschien nu al in zit. Waar je een klein nieuw begin in gemaakt hebt. Dat is die. We gaan eens even kijken. De schedel, de schildpad, de goudvis, de karaf, de eerlijke man en de man. Mannelijke energie heeft niks met geslacht te maken, maar alles met energieën te maken. Dus mannelijke energie, de staat voor een energie van doorpakken, actief zijn, energie hebben om dingen te gaan doen. Ligt alles goed? Oké. Okay. Ik denk dat er heel veel duidelijk is geworden door die levensles. Vandaar dat je dat ook hebt mogen omarmen. Vandaar dat je dat ook hebt achtergelaten, los hebt gelaten. En je maakt langzaam progressie in de juiste richting. Op financieel vlak zit je nog niet helemaal in de flow. Waardoor je dus merkt dat, dat je nog niet helemaal bent. Maar je komt er wel. Probeer lichthartig naar de toekomst te kijken. Het per dag aan te kijken. Leuke dingen te doen. Zodat je je gedachten kunt verzetten en positief kunt houden. Ik heb het gevoel dat, dat je iets aan het loslaten bent met betrekking tot een relatie. Een relatie die nooit eigenlijk ontstaan is, maar wel iemand voor wie je diepe gevoelens hebt gehad. En dat is een iemand met blauwe ogen en rood haar. En je had daar gevoelens voor, maar dat is nooit iets geworden. Dat ligt hier heel duidelijk. De relatie ligt op zijn kop, dus het is nooit iets geworden. En dan ben je aan het overheen aan het raken. En je bent er bijna, dus dat ziet er goed uit. Werk, je bent je op je werk gaan richten, je bent succesvol aan te worden, dus dat is allemaal goed. Je bent misschien ook meer en meer aan het uitgaan, leuke dingen aan het doen, positief aan het zijn. En je mag dat muurtje wat je om je heen hebt gebouwd om jezelf te beschermen, mag je meer en meer laten afbrokkelen. Zodat je ook meer open staat voor te mogen ontvangen. Hè, want anders blokkeer je ook leuke nieuwe vriendschappen.
wat mogen we hierover weten? Wat heb je hiervan geleerd? Dat je controle moet loslaten en dat je dingen aan het universum moet laten. En dat soms dingen anders lopen dan gedacht. Ja, je intuïtie. Je voelde het intuïtief aan, maar je wilde er niet aan. En ja. Dus heb je het moeten voelen. En was de teleurstelling er omdat je hoop had. Dat is altijd met gevoelens. Met de schildknaap van zwaarden zag je heel duidelijk van. En voelde je ook de energie van nee. Nee, dit wordt hem niet. Je voelde die afstand. En je voelde ook wat er bij jou nog aan werk moest worden gedaan om dit los te laten. Dat is het inzicht wat je mocht krijgen. Ook dat je nog meer zekerheid mocht cultiveren, meer zelfliefde. Dat je daar nog wel wat werk in had. En dat je uiteindelijk de les geleerd hebt in deze situatie. Je krabbelt langzaam op en je kijkt positief naar de toekomst. Je doet leuke dingen, je bent geïnspireerd. En het kan goed zijn dat je nu jezelf richt op een nieuwe baan of op iets nieuws of op promotie of een nieuwe mogelijkheid. Ik denk dat het sowieso iets is waarbij je heel erg gelukkig bent met deze 10 van bekers. Dus je doet leuke dingen en daar gaat het om. En je zit in die positieve flow terug, ook al gaat het langzaam. En met de 10 van munten denk ik ook dat je ook die financiële flow, die eerst zeg maar die kraan die dichtgedraaid was, omdat je in die negatieve mindset zat van gebrek. Dat ook weer terug gaat vloeien, omdat je dit hebt losgelaten, of bijna aan het loslaten bent, en dat je weer positief geïnspireerd naar de toekomst kijkt. En dat biedt weer nieuwe perspectieven. En je weet nu ook dat je intuïtie, dat je dat niet naast je neer moet leggen, maar dat je er altijd naar moet luisteren. Dat is iets wat ik heel duidelijk doorkrijg. Mag ik nog meer over die intuïtie weten? De 7 van staven. Ja, jij wilde er niet aan. Jij had een bepaalde hoop. En je intuïtie gaf anders aan. En jij blokkeerde dat. Jij wilde daar niet naar kijken. Dus dit is een les geweest ook van luisteren naar je intuïtie. Ook al geef je intuïtie iets aan wat je liever niet wil horen of niet wil zien. En heb je een keuze moeten maken. Je hebt heel lang getwijfeld of je die keuze wel wilde maken. Omdat je een andere uitkomst wilde forceren. Maar ja, met die 5 van staven kwam je jezelf tegen. Constant liep je tegen van alles en nog wat aan. Conflicten, kan innerlijk conflict zijn, kan onzekerheid zijn, kan stress zijn geweest, kan spanningen zijn geweest. Hoe graag je dit ook wilde, intuïtief wist je al van nee, dit gaat hem niet worden. Je hebt je focus gelukkig nu ergens anders opgelegd. En dingen gaan in sneltreinvaart vooruit. Je voelt je gedreven, je voelt je succesvol. Vol inspiratie en moed. En je gaat het echt loslaten met de dwaaskaart. Je gaat echt voor iets nieuws. Je laat het pijnlijke einde laat je achter je. En met de 4 van munten
begrijp je nu ook dat een negatieve mindset, dat dat ook die energieflow enorm beïnvloedt. De torenkaart, je hebt flinke toren om je oren gehad, maar kijk, met die mooie wereldkaart, een prachtige kaart in dit deck, zie je dus dat die transformatie noodzakelijk was. En dat ei, dat staat ook voor een nieuw begin. Het heeft je krachtiger gemaakt. Kijk eens aan de mooie grote arcana. We hebben de toren, we hebben de wereldkaart, we hebben de krachtkaart. En met de drie van staven kijk jij nu met een positieve blik naar de toekomst. Ben je geïnspireerd? En er komt een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid. Ik weet niet wat je kwijt bent geraakt. Zo te zien, liefde. Liefde komt er uiteindelijk aan. Maar je moest eerst deze levensles inzien en terug meer je intuïtie volgen. Dat heb je gedaan. Daar ga je nu vanuit en dat is wat je nog moest leren. Want je wilde hier niet aan, je wilde een andere uitkomst. En dat heb je proberen forceren. Maar als het niet meant to be is, is het niet meant to be. Dan kan je hoog en laag springen, dan kan je wensen doen. Je kan iemand terug in je leven manifesteren, maar als die persoon niet voor jou is, dan was het alleen iemand die jou een les moest leren. Of het is misschien wel jouw persoon, maar die persoon is nog niet zo ver geëvalueerd. Dus mag je misschien nog doorgaan met je leven totdat divine timing het anders zegt. Dus dat de goddelijke timing er wel is. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.